Hoi, welkom bij een nieuwe video en challenge. Wat doe je als je op vakantie gaat en je bent vergeten je borsthaar te scheren en je hebt geen mesjes en je hebt alleen duct tape. Een gewone tape of een Apelady. Apelady. We gaan het ondervinden, of althans hij gaat het ondervinden. We gaan zijn Hola muchacho. Borst haar eraf halen. En we gaan ze alle drie proberen. En dan kunnen we gewoon even kijken hoe die daar nou mee omgaat. Want wij dames weten natuurlijk als geen ander hoe het is om ons te ontharen. Maar die mannen, die mogen het ook wel een keer ondergaan. Mm-hmm. Ben je klaar voor, schat? Laat maar eens even zien wat we eraf gaan halen. Ja. Zullen we anders eerst even boodschappen doen of zo? Nee. De honden moeten er ook in. Nee. Kun je hem thuis aan? Ik kon je. Ja. Nee, probeer maar niet, schatje. Ik ben geen. Ga maar even liggen. De patiënt ligt hoor. Ja, lekker bruin. Doe het voor mij wel. Kom maar liggen zo. Oké. Okay. Heb je medelijden? Ja, Rentje, kom maar beschermen. Hé? Weet je maar beschermen. Gek die hoor. Schat, het is echt te lang. Nee, oh. Niet over je tepel. Nee, niet over mijn tepel, gek. Nee, dat zeg ik. Ja, dat zeg ik. Maar je hebt hier minder haar dan hier. Ja, dat is goed. Zullen we deze in het midden doen? Nee. Minder haar is goed. En gewoon doen, hè. Wat maf kut. Nee, dat zat ik nog te denken. Dat moet je niet. Oh, wat? Ja, je hebt hem helemaal. Nou ja. Ja, dat weet ik. Nee, maar dat moest juist niet. Trek je mijn. Je baard er weer af. Nee, mijn huid. Trek je mijn huid ermee af, man. Niet zo strijken! Jawel, anders pak je toch niks. En als laatste. Nee, nog. Zo, nou ja, zo ziet het er dus uit. Ik heb er nu al zin in. Goed idee was dit eigenlijk ook. Zet het pleurstik uit, nu. Nou, drie zielige haartjes. Dat werkt dus echt voor geen meter. Geen meer, pijn. Die zijn niet pijn, Reggie. Nee. Jij was weer aan het overdrijven. Nou, ik voelde wel wat in eerste instantie. Ja, dat ik dacht van. Overdrijven. Oké. Okay. Misschien. Nee, nummer misschien twee. Moet je even wachten. Even wachten. Kom, Poppie. Was, moet je erop Snel gaan zitten? Vanaf. Dan? Moet je erop gaan zitten? Nee, wacht. Wat nou? Je vindt het veel te leuk om mij zo'n pijn te doen. Oké. Nee. Nummer 2 is wacht, duct tape. Nee. Oké, okay, ik tel af. Ja? Oké. Okay. Ik tel af. Wacht nou, ik moet aftellen. Ja, ik begin toch nog niet. Oké. 3. Oké. Kom! Moet ik aftellen? Ik kan beter gewoon gelijk in één keer doen. 3, 2, 1. Auw! Daar zit nog wat meer op. Fucker! Het doet in ieder geval wel meer. Ja. Maar je borst zit nog steeds helemaal vol. Het is
Het is niet zo effectief als ik had gedacht. Nee. Dat heb je eigenlijk nu gewoon een beetje. Want ook alleen nee, hierboven het eerste stukje wel. Is een beetje. Ja. Waarschijnlijk omdat ik hier minder kracht kan. Ik kan beter kleine stukjes plakken, denk ik. Oké, en als derde favoriet. Ja, maar volgens mij zijn mijn die haren zijn er veel te lang voor, hoor. We gaan wachten komen. Ik zal wel hier doen, ja? Au! Ah! Nee! Ah! Hey, maar dit stuk, hè, daar hou je hem wel langer mee weg. Ja. Je borsthaar. Laat hem maar stoppen. Oh, maar alles is uiterlijk. Beter kun je gewoon een scheermesje pakken. En zorg dat je goed voorbereid op vakantie gaat. Oké, wacht even. Challenge. Conclusie. We hebben de gewone plakband als eerste geprobeerd. Hebben we dit kleine beetje vanaf gehaald. Ja. Dat waren echt maar 3 haren of zo. Dat is echt niet heel spannend. We hebben de duct tape. Ja. Ja, ik had die echt wel wat effectiever verwacht eigenlijk. Ja. Er zitten wel veel haren op, maar niet alles. En deze is toch het meest effectief. Effectief, maar... De AP Lady. Echt wel een stuk pijnlijker dan zeg maar gewoon niet te harde pijn. Zeker. Maar dat is alleen de eerste 2 keer. Nou, daarna kan je er best goed doorheen. Ik vond dat dit gewoon de eerste en de laatste keer was. Dus, tot ziens. Challenge done. Dankjewel voor het kijken. Up to you. Doe dit niet thuis naar. Dat is wel een hele slechte vertaling van Don't Try This at Home. Bedankt voor het kijken en we zien graag jouw vlog hieronder. Doei.